Naast dat we de dames natuurlijk een prachtige dag willen bezorgen, moeten we niet vergeten, het zijn wel de fotoshoots voor de Boerinnenkalender 2018. Nou, ik had wel een ander kledingbeeld in gedachten eigenlijk op het begin. Maar wat nu is, vind ik eigenlijk wel leuker dan wat ik zelf in mijn gedachten had. Dus dat is wel heel gaaf en ik ben heel benieuwd hoe dat op de foto uitkomt. Ja, ik had het wat minder vrij verwacht, zeg maar. De sfeer is gewoon heel goed en dat weet je gewoon niet. Dan moet je eerst proeven. Als je er bent, kun je de sfeer pas proeven. Nou, in ieder geval een goede setting. Dus zo'n setting als hier had ik wel verwacht. En ja, verder eigenlijk niet zoveel, omdat ik niet goed wist wat ik moest verwachten. Dus ik dacht, nou, laat maar gewoon lekker over me heen komen en dan zie ik het wel. De dames die op de Boerinnenkalender staan zijn echte plattelandsvrouwen. Je zult ze daarom ook niet snel bij modeshows of misverkiezingen zien. Vele van hen maken echt voor ons een uitzondering. Ik doe melken, kaas maken, jongvee verzorgen, zoals kalfjes voeren en voor de rest alle klussen op een boerenbedrijf. Nee, dat kan ik ook niet. Als het in je bloed zit, dan is dat best... Nee, dan moet je dat ook niet willen, denk ik. Nee. Ja, en het is ook niet nodig om het los te laten, dus... Ga ik dat ook niet doen. De paarden, dat kan ik gewoon niet meer zonder. Dat is gewoon een manier van leven geworden. Dus dat gaat hem wel worden. Ja.